Zo, goedemorgen. Leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe vlog. Wat is dit toch leuk om te doen? Om jullie een klein beetje bij te houden wat er precies allemaal gebeurt. Het is een beetje een soort van dagregistratie. Het is met name belangrijk voor mij om terug in herinnering te kunnen gaan wat ik elke dag heb gedaan. En natuurlijk voor jullie om te zien wat een klein beetje de voortgang is. Dit ga ik hier afsluiten. Nou, terwijl ik hier bezig ben, moet ik naar Facebook. Ik heb hier facebook.com. Varello, kom je voor de controles? Ja, ik kom eraan. Maar dan gaan we natuurlijk een heel mooi dingetje weer gaan uploaden voor jullie. En voor mij, in dit keer. Zeven dingetjes die ik heb aangeklikt om even te downloaden. Waarom zit het in een zip? Wanneer ga ik mijn affirmatie voor jullie online gooien om heerlijk naar te kunnen kijken en van te genieten? Ja? We moeten de dag gaan starten. Ik heb straks een gesprek met mijn friend Samuel from Australia. It's been a while, I haven't talked to him. Laten we duimen voor. Ik ga hem een vraag stellen. Ik heb hulp van hem nodig. Ik ga hem een vraag stellen. Ik heb hulp van hem nodig. En wellicht kan hij me helpen. Om iets voor me te fixen. Ja. Hulp vragen, Varello. Leuk dat je kijkt. Ik ben Find the Creator. Vooral volg Find the Creator. Klik op volgen met het belletje aan. En dan blijf je op de hoogte van meer van mijn avonturen. En het avontuur is dat ik nog steeds in de Jelly Neck Clinic zit. Want we zijn aan het detoxen. Waar het zeer goed mee gaat. Leuk dat je er bent. Pirol op je stront. Je vertrouw van mijn loop naar Prinkie. Van mijn praxeer niet schreven. Nee, kromoro mooi. Niet sting en letti. Naar mijn bosroiti. Voor je amoro krim van maakti. In alle cel. In mijn stien. Met ter alle mijn go-to. Met ter alle mijn money. Mijn loop mijn schrijven. Smile loop me. Mijn lobby. Mijn zaak ati. Mijn kinkje onvolmaakti. Naar mijn lobby. Zo. Hi. Ik ben heel trots op mezelf. Ik heb lekker weer een mooi artikeltje geschreven voor op mijn website. Leuk dat je kijkt weer hoor. En ik heb opgeschreven hier boodschappen, feitjes, how-to, recepten, restaurants, tv. Dat zijn allemaal verschillende themacategorieën op mijn website. Findthecreator.com. Mijn entertainment en nieuwswebsite. Voor iedereen die geïnteresseerd is in alles wil gaan schrijven daarop. Ik en een heel team van mensen op den duur. We hadden vanochtend module, wilt zeggen dat je gaat werken en het thema was in dit geval over slaap. Heel interessant thema, want ik slaap natuurlijk heel slecht. Of ik ben ontevreden over de kwaliteit van mijn slaap, laat ik het zo zeggen. Het is misschien dan wel lang genoeg soms, maar ik kom heel moeilijk in slaap en doorslaap is een klein beetje een probleem. Ik heb een aantal dingetjes gezien en geleerd. Die heel veel invloed hebben op mijn slaap en de kwaliteit van mijn slaap. Maar met name wat er gebeurt wanneer je alcohol en wiet combineert. En hoeveel impact dat heeft op de slaap. Ergens moet je iets gaan doorbreken, dat sowieso. Ik heb vannacht mijn scherm op night shift of night modus gezet. Ik zit laat op mijn telefoon. Ik zit eigenlijk altijd op mijn telefoon, maar wat tot laat op mijn telefoon. En ik ben benieuwd of dit effect gaat hebben op hoe mijn ogen reageren op dat scherm. Of
dat gele licht. Hè. We proberen blauw licht te verwijderen, dat gele licht. Of ervoor gaat zorgen dat ik misschien eerder slaapneigingen krijg wanneer ik op mijn telefoon zit in mijn bed. Ja, ik kan altijd nog zeggen, weet je wat, de hele telefoon komt die slaapkamer niet in. Maar het allerbelangrijkste waar ik doorheen moet gaan is, onrust en dromen en nachtmerries en het hoort erbij, hè. Het hoort bij de slaap. Het is het verwerken van bepaalde dingen die spelen in en om mij heen, die je naar je slaap, in je slaap meeneemt. Om niet bang, daarvoor bang te zijn, om daar wel open voor te staan. Al met al een interessant dagje om te starten. Een fijne module. Ik ga naar de woonkamer, waar ik op de tafel gaan dekken, we gaan lunchen. Zie je zo. Oh ja, I love you. Oké, dan hoe ga ik dit doen zodat ik mezelf expose? Ik heb net geslapen, mensen. Ik slaap nooit overdag. Ik slaap nooit overdag. Brandalarm is afgegaan. Ik heb snel mijn kleren aangetrokken uit mijn bed. Om te kijken wat op de gang aan de hand is. Maar nu, we praten de hele dag al over koude douche. Mensen nemen een koude douche hier. Het water is nog warm. Het is koud. Mensen praten over koude douche. Gaan koude douche nemen. Het is koud. Jezus! Jezus! Kruis! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waarom doen mensen dit? Waarom zou je dit willen doen? Ik ben wel gelijk wakker. Ik meen dit toch. Ik ben gelijk wakker. Ik ben gelijk wakker. Iemand heeft pizza besteld overkant. Ik ben gelijk wakker, boy. Koude rillingen over mijn lichaam. Je wilt het niet geloven. Dit bedrijf toch? Nee, het hoeft niet dit bedrijf te zijn. Kijk hoe als ik als Mozes loop. Kijk hoe als ik als vader Abraham loop. Alsof ik verstand heb. Ik heb het de hele week koud. Nu is alles wat ik aanvoel is warm. Vind je het gek omdat je lichaam is afgekoeld? 30 seconden lang. Onder een koude douche. Oh, het zit er nog. Hi boy. Ik moet een klein beetje gaan oriënteren. Ik moet een klein beetje gaan klaarmaken. Want het is 5:30. En om 6:00 gaan we avond eten. Dus mijn Luca computer even. Ga heel even op de computer. Oké.
Natuurlijk heb ik lopen shaken en schudden. Het probleem is, toch, die straal van die douchekop is vroom. Ik weet niet of ik het daar heb uitgelegd. Dus ik moet helemaal tegen de kraan aan, tegen de muur aan, sta ik daar. Sta ik daar te douchen. Dus die straal valt niet evenredig overal evenveel. Dus dan moet ik mijn hele lichaam draaien. Draaien. Dat is... Draaien. Om overal tegelijkertijd koud te worden. Daarom was ik aan het springen. Dus je moet niet springen. Je moet gewoon eronder staan. En take it like a man. Because I can take it like a man. Ah, ik ben even van mijn apropos. Kijk, vooral mijn fijne kreten. Maar weer nieuwe dingetjes hoor. Koud water. Ik begin eerst. Ik begin tweede of derde laatst konden dat ik met koud water baat. Maar ik ga eerlijk zeggen hoor. Die landen die landen die afhankelijk zijn van de regen. En jullie hebben de wijsheid hoor. Dus wij zitten Biggie Thing met centrale verwarming om die installaties in huis. Voor wat? Voor wat hebben we die installaties in huis? Als jullie dorst hebben, gaan jullie richting de put. Precies ook in Suriname. Uit mijn oma de put. De meest voortreffelijk soort water. Om mijn lichaam te baden. En nu moeten we baden met 36 graden. Dat wanneer 1 graad naar beneden zakt, dat alle moed uit je schoenen stapt. Vind je het gek dat je 's ochtends niet naar je werk wil gaan? Vind je het gek dat die witte mensen hun lichaam niet wassen 's ochtends? Want ze willen zijn zuinig toch? Dus ze zijn zuinig met water, ja. Ze zijn zuinig met water en temperatuur. Verder rustig aan, sorry. Maar er zijn een specifieke groep van mensen die me volgen, die weten precies wat ik bedoel. Alles wat ze zullen aangrijpen als excuses. Of excuses gesproken. Maar even als Cleopatra. Ja, hier komen staan. Ja, en ik vind het niet prettig om met mijn bovenlichaam te lopen op camera. Ik doe het niet. Dus niemand hoeft mijn decolleté te zien. Ook wel is het geweldig, diep en gevaarlijk. Oh, ik heb nog een tjoep tjoep kajij hierachter. Tjoep-tjoep-kaihe noem ik het. Tjoep-tjoep-kaihe. Waarom ben ik in Hindoestaan? Het zou goed voor me zijn uit... Nee. Nee, is racistisch wat je wil zeggen, Verlo. Is goed dat ik het niet heb gezegd, hè? Mijn Hindoestaan, de pas zal gewoon worden ingetrokken. Dus sobibolas, mijn Hindoestaanse pas. Inclusief al dat grond wat ik heb gekregen via, hè? Tot zo. Wat jullie vertellen over een schande. Dus vandaag toch? Dat was mijn eten. Een van die medebewoners komt naar me toe van hé, mag ik je even apart spreken? Wel, kennelijk stonk iemand een uur in de wind. Ik? Mijn oksel was niet goed. Mijn oksel is niet goed. Hey, ze hebben me geroken hier. Weet je wat het is? Ik loop hier in mijn favoriete hoodie rond, toch? Ik heb het overdag in die wasmachine gelaten, die hoodie. Dus, kijk hoe ik aan het eten ben. Dus het was al een beetje zuurig, maar het is wel in die droge geweest. Maar ik had de andere t-shirt. Dus dit is die t-shirt van mijn jutte. Als ik het aantrek, dat had ik eronder aan. En daarover had ik die hoodie. Zal ik toppen met eten? In ieder geval, ik heb veel zweet ontwikkeld. En ik werd vriendelijk verzocht. Wel, ik ben onder die douche gesprongen direct. Dan ga je toch dood. Ik ben onder die douche. Ik transpireer veel toch. Vanwege die detox. En dan komt die shit in alle hoeken en gaten. En met zo'n fotosuurtegraad komt het uit je poriën. Dat je jezelf ruikt. En ze iets zegt van, je hebt gelijk. Maar ondertussen ben ik alleen gefocust geweest op andere mensen hun zweetvoeten die ik ruik. Iedereen zijn geur komt terug, toch? Iedereen zijn geur verbogen komt terug. Is niet goed hier. Gewoon. Iedereen zijn vermogen komt terug, wel, ik ben gebokt vandaag. Oh, wat een dag is het toch geweest vandaag, joh.
Ondertussen ben ik bezig met een zak nootjes, wat niet van mij is. Maar iemand heeft het achtergelaten hier. Ik weet niet wie die persoon is. Maar hoop dat je handie van zwavel is. Wel, ik zal zwavel eten. In de naam van Jezus. Wat een dag vandaag. Wat een dag vandaag. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Ik moet even die deur afsluiten hier. Dankjewel voor het kijken. Ik heb een paar dingetjes die ik heb moeten regelen vandaag. En we zien het wel. Wat zeg ik nou? Ik had een nat. Boven is niet goed. Boven is niet goed. Maar ik heb wel heerlijk geslapen. Even een dutje van 2 uurtjes. Zie je morgen, ja? Bye bye.